wij gaan verder praten over KLM. Het bedrijf wil dus dat de marges omhoog gaan. En het liefst ook een beetje snel. Dat doet het na lang aandringen vanuit Parijs. Want waar eerder Air France de zwakke broeder was binnen de Air France-KLM samenwerking, is nu KLM al een tijdje het zorgenkindje. Daarom komt het bedrijf dus op korte termijn met maatregelen die op zijn minst 450 miljoen euro extra winst moeten opleveren. Dat zei topvrouw Marjan Rintel vandaag. En in BNR Zaken doen zei ze waar de problemen dan zitten. De kosten lopen al een tijdje op. Die zijn hoog. We hebben nog steeds tekorten ook aan medewerkers en materieel. En de inkomsten moeten omhoog. En als de inkomsten niet hoog genoeg zijn om alle je kosten te dekken, ja, dan zul je moeten ingrijpen. Ja, wat kan KLM doen of moet het bedrijf doen om er weer bovenop te komen? Dat bespreek ik met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft en met luchtvaartdeskundige en econoom Floris de Haan, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Floris de Haan, waar zit nou de meeste pijn bij KLM? Nou, op dit moment is dat het gebrek aan productiviteit. Hè. Dus ze hebben vliegtuigen aan de grond staan omdat er onderdelen niet beschikbaar zijn. En Marjan Rintel scheelt dat op dit moment 10% in de lange afstandsvluchten aan capaciteit. En daarmee dus ook aan inkomsten die ze mislopen. Ja, en die marges zijn ook een probleem. Hè? Ik heb wel eens laten vertellen dat op een ticket er zomaar een marge van een tientje kan zitten. Ja, het is minder dan een tientje als je het wereldwijd beschouwt. Maar afhankelijk van type vlucht enzovoort. Maar de marge is ongelooflijk. Echt heel dun. Dus je moet het echt hebben van de massa, van het echte grote aantal, dus veel omzet. Ja. Dan kun je investeringen betalen. En Floris Daan, ja, is het genoeg, de maatregelen die KLM dan nu voor ogen heeft? Ja, dat is lastig te zeggen. Hè. 450 miljoen zou in een eenvoudig sommetje, 6 miljard omzet, min 30 miljoen, zou je in de zwarte cijfers helpen. Dus als je zo redeneert wel. Maar de grote vraag is natuurlijk, hè, dus aan de inkomsten of aan de kostenkant kun je van alles doen. Investeringen uitstellen, productiviteit omhoog, automatiseren. Maar het grote vraagteken blijft of het aan de inkomstenkant goed blijft gaan. En nou ja, Marjan Rintel legde dat zelf ook al wel uit. Hè. De inkomsten moeten omhoog. Dat kan je deels doen door voor producten te laten betalen aan boord. Hè, zogenaamde ancillaries voor catering. Maar ik denk dat KLM zichzelf ook de vraag moet gaan stellen of het bedrijfsvoeringsmodel met al die transferpassagiers zoals ze dat nu kennen, of dat op lange termijn een financieel duurzaam model is. Hè. Dus als je kijkt naar de concurrenten, bijvoorbeeld een EasyJet die een point-to-point netwerk vliegen, een aanzienlijke vloot hebben, dan zie je dat de marges bij EasyJet, maar ook Ryanair, meer richting de 8 à 10% EBIT gaan. En dat is echt significant veel beter dan het transfermodel zoals onder andere KLM en Air France dat opereren. Ja, want wat kun je dat uitleggen? Als ik met een overstap een ticket boek, dan betaal ik minder dan als ik van A naar B vlieg? Ja, nou die markt is hypercompetitief. Hè? Dus op het moment dat jij als luchtvaartmaatschappij passagiers van Frankfurt naar New York wil vervoeren via Amsterdam, ja, dan concurreer je met andere overstappende vluchten via Londen, via IJsland, maar ook met directe vluchten waarvoor de consument bereid is om meer te betalen. Hè? Dus dat is omdat de reistijd korter is, omdat er minder kans op verloren bagage is. Ja. Nou, goed, aantal redenen waarom daar meer voor wordt betaald. Dus door op die transferpassagier te mikken, en dat zijn toch wel meer dan de helft van de passagiers aan boord van KLM-vliegtuigen, ben je kwetsbaar in een hypercompetitieve omgeving. Waarom wil KLM dit niet? Want ik hoorde mevrouw Rintel vanmorgen zeggen, we doen deze hele operatie juist omdat we het netwerk onder andere overeind willen houden. Ja, maar het netwerk is misschien wat aan de grote kant. Als je kijkt naar de herkomst- en bestemmingsmarkt, dus eindpunt, beginpunt Amsterdam, vanuit Nederland te bedienen is. Maar wat zit dus er dan in de gedachte bij? Wat denken ze bij KLM dan? Dat ze denken, ja, deze econoom die kan dat wel zeggen, maar wij houden toch ons netwerk overeind. Ja, dat is op zich, ik begrijp dat goed, want ze hebben natuurlijk veel vaste kosten van die vloot, van die grote vloot in Europa, van die intercontinentale vloot. En dat is een Zwitsers horlogemerk, zo keurig is dat op elkaar, afgestemd. Maar ze kunnen ook niet anders. Hè. Dus ze moeten die vluchten wel opvullen met die transferpassagiers om daar in ieder geval nog iets van bijdragen aan de marge te zien. Ja. Nou, even terug naar vandaag. Er wordt dus vooral bezuinigd op personeel en op investeringen. De bouw van een nieuw hoofdkantoor wordt voorlopig uitgesteld. Was al een keertje uitgesteld volgens mij. Investeringen op nieuwe, schonere vliegtuigen blijven, als het even kan, buiten schot. Dat zei Marjan Rintel ook.
We kijken heel goed naar onze investeringen. En we willen juist blijven investeren zoveel mogelijk in de nieuwe vliegtuigen. Die schoner, stiller en zuiniger zijn. En daarom moet je een betere financiële balans hebben om juist die investeringen te kunnen doen. Ja, Joris Melkert, snap je die overweging? Jazeker, want een van die hele grote kosten is brandstof. En die zijn hard gestegen. En als je een vliegtuig hebt wat minder van die brandstof nodig heeft, is dat veel aantrekkelijker. Ja. En ook modernere vliegtuigen hebben over het algemeen gewoon minder onderhoud nodig. Dus als ze zijn wel duur. Ze zijn wel duur, ja, maar je moet natuurlijk zien, die vliegtuigen gaan gewoon 20, 25 jaar mee. Dat moet je echt afschrijven. Je kan ze kopen zelf, je kan ze ook leasen. Dus er zijn allerlei financieringsconstructies voor mogelijk. Maar echt al die luchtvaartmaatschappijen in de wereld zitten gewoon te springen om gewoon zo snel mogelijk van die nieuwe vliegtuigen. Ja. Daarom is Boeing ook nog steeds levend, om het zo maar te zeggen. Want men wil die vliegtuigen gewoon echt hebben. Want de wereldburger gaat gewoon niet minder vliegen. Nee. Gaat alleen maar meer vliegen. Maar KLM noemt ook het verzuim dat ze willen aanpakken. Is dat zo'n groot probleem? Nou, blijkbaar wel dus. Ik ken niet precies de cijfers, maar de arbeidsproductiviteit moet echt omhoog. En als je veel verzuim hebt, dan helpt dat niet bij je arbeidsproductiviteit. Floris Daan, is dat groter bij KLM dan bij andere luchtvaartmaatschappijen? Weet je dat? Dat verzuim, nee, daar ben ik niet van op de hoogte. Nee. Overigens, die nieuwe vliegtuigen zijn ook groter. Er staan meer stoelen in, dus daarmee helpen ze zichzelf ook in die productiviteitsverbetering. Ja. KLM is er nog een beetje onduidelijk over, maar wat denkt u, gaan deze plannen gewoon banen kosten? Nou ja, het statement op dit moment is van niet. Hè. Dus er is ook geen vertrekregeling aangekondigd. Er zijn nog steeds tekorten aan technici, aan piloten. Dus ik verwacht aan de operationele kant, de uitvoerende functies, dat er vooral mensen bij moeten. Let wel dat KLM in de coronaperiode veel mensen heeft laten gaan en nu dus moeite heeft om op die arbeidsmarkt die mensen aan te trekken. Als het gaat over de zeg maar niet operationele rollen, de niet kernactiviteiten, zo je wil. Mm. Dus in sales, marketing, netwerkplanning. Ja, daar zou het wel eens banen kunnen gaan kosten als je IT daar op een slimmere manier in kunt zetten, AI kunt gebruiken. Hoewel dat dus op dit moment niet is aangekondigd. Ja, en dus het personeel moet dan misschien meer gaan doen, Joris Melkert, voor hetzelfde salaris? Ja, daar komt dan in feite gewoon wel op neer. Ja. En ik verwacht ook niet dat ze snel mensen zullen ontslaan, want het is echt gewoon een tekort. Vliegers, technici. Misschien de functie waar ze dan wat zeggen overhead en overlap hebben. Daar gaan ze misschien wat op bezuinigen. Want ze hebben natuurlijk tijdens corona ook een vrij riante vertrekregeling aangeboden. Toen zijn ook heel veel mensen hebben gekozen, oké, dan wordt dit het moment dat ik KLM verlaat. Ja, want toen was het natuurlijk van, ja, hoe lang gaat het duren voordat deze markt zich weer herstelt? Nou, dat heeft zich toch behoorlijk snel hersteld. Aan de andere kant is het nog voor KLM nog niet terug. Zeker het intercontinentale netwerk nog niet terug op wat het was. Maar het is eigenlijk redelijk snel gegaan. Ja, en je ziet, overal hebben we in onze maatschappij personeelstekort en zeker technici. Ja. Floris Daan, ja, wat zou KLM dan nog meer kunnen doen om winstgevender te worden? Ja, de catering viel al even. Gaan we dan ook bij KLM betalen voor een droog broodje kaas? Nou ja, niet voor dat droge broodje begrijp ik, maar wel voor alles wat je, als je er boter op wil, wel. Dus dat is een van de pijlers. Hè. Dus 100 miljoen inkomsten uit dat vernieuwde catering aanbod. Ja, het uitstellen van investeringen anders dan in vliegtuigen. Hè, want als gezegd, net ook door de Joris Melkert, dat gaat gewoon door. Automatiseren, outsourcen. Hè, dus dat is wel ook echt een onderwerp waar je misschien je productiviteit mee verbetert. Maar aan de kostenkant blijf je natuurlijk vliegtuigonderhoud als voorbeeld doen. Simpelere organisatie, dat zijn de richtingen waarin nu gedacht wordt. Ja, en Air France, die houdt het natuurlijk allemaal heel scherp in de gaten. Ja, zoals je in je aankondiging al zei, Air France was lang de zwakkere broeder. En dat is omgedraaid. Heeft overigens veel te maken met dat productiviteitsprobleem van die aan de grond staande vliegtuigen waarvoor geen onderdelen beschikbaar zijn. Maar ja, uiteindelijk is het één bedrijf. Hè, het economisch eigendom van KLM, dat vergeten we wel eens, dat ligt in Frankrijk. Air France KLM is de onderneming. Ja, daar zitten twee operating companies onder, Air France en KLM. En op het moment dat een van de twee zwakker presteert, betekent dat dus automatisch een kruissubsidie van de een naar de ander. Maar de performance van het bedrijf als geheel wordt daar zwakker mee. Ja. Ja. En wat zou de ultieme consequentie kunnen zijn, Joris Melkert, als het blijft slecht gaan? Nou ja, dan moet je steeds harder gaan ingrijpen natuurlijk. Aan de andere kant, ja, de vraag is er gewoon wel. De Nederlander, de wereldburger, wil gewoon heel hard blijven vliegen. Ja. En we vinden het toch ook nog wel heel erg fijn dat netwerk er is van KLM. Dat we gewoon eigenlijk
Vanuit Amsterdam kom je over de hele wereld. Ja, dat is eigenlijk gewoon fantastisch. Dat heeft best een enorme waarde, zo'n netwerk. Ja. Maar ja, je moet wel die vliegtuigen vol weten te krijgen. En de kosten moeten niet te hoog zijn. Dus je zult dat toch op een of andere manier moeten balanceren. Ja, maar als ik blijf maar een beetje hangen op dat tientje per ticket. Moeten de tickets dan niet gewoon veel meer gaan kosten? Want nou, ik denk voor intercontinentale vluchten. Ja, als je €1400 betaalt voor een duur ticket. Dan wil je misschien ook wel €1550 betalen. Nou ja, dat hebben ze ook gezien. De ticketprijzen zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan de inflatie. Maar je zag toch deze zomer dat veel luchtvaartmaatschappijen wat moeite hadden om die vliegtuigen toch helemaal vol te krijgen. Dat geldt niet alleen voor KLM. Dus blijkbaar heeft de consument nu even een keer gezegd. Nu is het wel een keer genoeg geweest. Dus dat is ook een heel subtiel spel dat je moet spelen. Ja, nou, we houden het heel erg in de gaten. Dank voor nu luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft en Floris de Haan, econoom verbonden aan de Erasmus Universiteit.